Hartelijk welkom in Met het Mes op tafel. Even mijn vragen wegleggen. Zo. De heer Wijnsma uit Deventer is de eerste kandidaat van vanavond. Wat is uw beroep, meneer Wijnsma? Ik werk bij een adviesbureau voor verkeer en vervoer in Deventer. Is me iets te vaag? Ik hou me daar vooral bezig met de minder leuke dingen van verkeer en vervoer. Geluidsoverlast en stankoverlast en ongelukken. Ja, en ik ben nog een vrolijk mens ook. Nou, kijk aan. Ja. Wat willen mensen nog meer? Althans, bij onze vis. Mevrouw ten Dam, Houten, meen ik? Ja, uit Houten. Uw beroep? Ik ben documentalist bij de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. En u, zijn er specifieke dingen die u documenteert of zijn het gewoon de boeken die de studenten lenen? Nee, het zijn specifieke dingen. Wij verzorgen de informatie voor de bestuurders van de universiteit. Dus het gaat om wetteksten of regelingen, wat de andere universiteiten doen. Dat wordt in de gaten gehouden. Documentalist, universiteit. We hebben kandidaten vandaag. Deze meneer heeft een proefschrift geschreven, meen ik, de heer Versteeg uit Eindhoven nog? Uit Eindhoven, ja. Kunt u aan leken uitleggen waar dat proefschrift over gaat? U mag ook gerust zeggen, het is te moeilijk voor jullie, hoor. Nou, ik kan het proberen. Ja. Ik heb het lezers op plastics geschoten en proberen dingen te veranderen in het plastic. En dan kijken wat er gebeurt, ja. Vind je niet erg als ik voorstel dat we gaan spelen, hè? Ook, kijk nog even naar Mido. Hoe ze het iedere keer voor elkaar krijgt om in 5 minuten tijd er zo uit te zien. One Wonders. Zo. En achter de piano hebben we een meer allround man in huis. Ik dacht het niet. Martin van Dijk, dames en heren. Lieve vrienden, tientje in de pot. Gaat een goede aflevering worden. Ik heb daar sterk een gevoel van. Zootje intellectuele, maar toch. Eerste ronde. Literatuur Sissy van Marksveld schreef naast de Marijke-trilogie, heb ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, een serie meisjesboeken met één en dezelfde hoofdpersoon. En hoe heette zij? En daar hebben we wel van gehoord. Aardrijkskunde, in welk werelddeel ligt Kirgizië? Film als de miljonair Osgood Field in the Third van Jack Lemmon hoort dat hij een man is, spreekt hij de fameuze slotwoorden "Well, nobody is perfect." Over welke film hebben we het? Regie Billy Wilder, ik help u een beetje. En rekenen en taal. Hoeveel is 9 maal 16 en trek daar de wortel uit? Pennen neer. Meneer Wijnsma, onze rampenspecialist uit Deventer. Minimaal 10, maximaal 50. Ik zet 20 in. 20. Ik pas. Ik ga voor 50. En ik geef de antwoorden. Joop ter Heul, de figuur van Sissy van Marksveld. Azië, Kirgizië. Some Like It Hot, Billy Wilder. 1959 overigens, die film. En 12 is het goede antwoord. Minimaal 10, maximaal 50, meneer Wijnsma. Ik zet 50. Ik ga mee. Hoeveel? Ik heb 2 goed. Dan mag nog 1 keer geld overheen gezet worden. Dat doe ik gewoon. En wat doen we daaraan? Wat doe ik daaraan? Ik zet 50. Dat is mannetaal. U gaat mee voor die 50. En u hebt er goed. Ook 2. Ook 2. Dan krijg je een shootout in de eerste ronde. Nou, toch aardig. Dapper meegegaan. Ja. Ja. Komt-ie. Vrij simpele vraag. Ambachten. Waar heeft een kinoloog verstand van? Honden. Is goed geantwoord, meneer Wijnsma. Maar de eerste ronde gaat naar u. Ah, jammer, is een shootout. Ja, wist u het ook? Het duurde mij wat langer, maar ik was er ook wel op gekomen. Ja. Ah, ja. Weet je wat ik doe? We spelen meteen de tweede ronde, zodat u dat gevoel, dat nare gevoel, kunt u kwijtraken. Ja. Zet even geld in. 2 tientjes. Komt helemaal goed.
schone schijn. Wat is de uit het Frans stammende term voor sieraden die met een dunne laag goud of zilver zijn belegd? Hoe was het ook weer? Hoe heette in Argentinië ook weer de cowboys? Televisie, kijk even naar dit fragment. Vanavond is het allereerste kinderboekengala van Nederland. Morgen begint de kinderboekenweek en dat wordt nu dus al een beetje gevierd. Een jeugdjournaal en een presentatrice. Ik wil de naam van die presentatrice. En levende natuur, wat is de Nederlandse naam voor het rectum, het laatste stuk van de dikke darm tot aan de anus? Mevrouw ten Dam, onze documentariste uit Houten, zit op de eerste hand. Ik zit 50. Ik ook. Ik ook. Kijk, ik voel dat het een goede aflevering werd. Ja, dit spel heb ik graag. Ik heb niks liever wat de mes op tafel betreft. De antwoorden, doublé. Gauchos, de cowboys uit Argentinië. Brecht van Hulten was de presentatrice. En endeldarm. Mevrouw, u nog steeds? Ik zet er weer 50 bij. Ik hou er mee op. En meneer Wijnsma? Ik hou er ook mee op. Kijk, had u niet gedacht, hè? Nee, nee. Nee, dat is een onverwachte meevaller. Ja, zou het u iets uitmaken wat u moet documenteren? Of als je eenmaal die opleiding hebt gevolgd? Ja. Ik doe nu verschillende soorten. Het gaat over huisvesting, maar ook bijvoorbeeld over onderwijs. Dit zijn eigenlijk twee totaal verschillende zaken, maar allebei belangrijk voor een universiteit natuurlijk. Ik begrijp het. 40 in de pot. Meneer Versteeg, menigeen achter de schermen heeft zijn geld op u gezet. Jonge man, proefschrift net geschreven. De maatschappij verwacht van alles van u. Geschiedenis. In welke zee inham deden door de CIA gesteunde Cubaanse ballingen in 1961 een inval in Cuba? Ambachten, wat is de andere naam voor cement- of metselspecie? En kijk even. Pierre van Hooijdonk. En ja, het is Pierre van Hooijdonkavond. Het is de Pierre van Hooijdonk Cup. Hoe hebben ze hem kunnen laten gaan bij Feyenoord? Tegen welke club speelde Feyenoord op 8 mei 2002 de UEFA Cup finale? En muziek. We skip the light fandango. Turned cartwheels across the floor. I was feeling quite a seasick. But a crowd called out for more. Welke band scoorde in 1967 een hit met A Whiter Shade of Pale? Ging nog niet zo slecht, hè, Martin? Ja, dank je. Ja, voor mijn doen, ik weet het. Meneer Versteeg. 50. Ik ga mee. Ik trek mij terug. Mevrouw ten Dam trekt zich terug. Ik geef de antwoorden. De varkensbaai, de Bay of Pigs, de inval in Cuba, Mortel, Borussia Dortmund en Prokel Harum. Meneer Versteeg, wat doen we eraan? Ik ga gewoon door met nog eens 50. Kan ik niet bij achterblijven? U wilt er niet bij achterblijven? Ik wil er niet bij achterblijven. Kijk. Nu nog niet. Hoeveel hebt u er goed? Ik heb ze alle vier goed.
Dat had u me niet verteld. Nee. Dan mag nog één keer geld tegen aangezet worden, meneer Wijnsma. Ja, bij zoveel geweld geef ik me gewonnen. Kijk, ja, dan hebben jullie toch alle drie een ronde gewonnen, hè? We gaan eens even kijken naar de stand. Die lijkt me interessant. We krijgen een spannende vierde ronde. Na deze ronde valt, zoals u weet, één van de kandidaten af. De kandidaat met het minst op de teller. 710 voor u, 840, mevrouw ten Dam. Als u een beetje handig speelt, hè? En 700 voor de heer Versteeg. Succes! 80 in de pot. 80 in de pot. Hoe was het ook weer? We kijken een fragment. Welke minister kreeg hier aan plein publiek een kus van Gerard Reven? Geloof en bijgeloof, de volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water en gaf het aan de vrouw, dat leggende op haar schouder als ook het kind, en hij zond haar weg. Daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Berseba. Welke vrouw werd door Abraham de woestijn ingestuurd? Rekenen en taal. Geef een duur woord voor klaagzang. Literaire woord voor klaagzang. En wetenschap en techniek. Welk verschijnsel wordt uitgedrukt in de eenheid candela? Of candela, ik weet eigenlijk niet de klemtoon. Meneer Wijnsma. Ik zet 20 in. Mevrouw. Ik pas. Ik ga mee met 20. U gaat mee met 20, ik geef de antwoorden. Marga Klompé. Hagar, een elegie en lichtsterkte. Meneer Wijnsma? Ik zet 50. En ik ga mee. U hebt er goed hoeveel? 1. Dan mag nog één keer geld overheen gezet worden. 50. Kijk, zo ken ik jullie weer. En u hebt er goed. Ook 1. We krijgen een voetbal. Voor een plek in de finale. Leuk gespeeld allebei. Wie ook verliest, mijn complimenten heeft hij. Daar gaan we. Sport. Tennis. Wie was in 2003 de captain van het Nederlands Davis Cup team? Tjerk Bochstra is het goede antwoord. Film. In welke film uit 1963 speelt Peter Sellers de rol van een gestoorde generaal die de wereld wil vernietigen? Nou, generaal. Gestoorde atoomgeleerde eerder. Dr. Strangelove van Stanley Kubrick was dat. Ik ga door. Levende natuur. Hoe heet het samenlevingsverband tussen een alg en een schimmel? Symbioot. Sorry? Symbioot? Nee, hier. Het goede antwoord is korstmos. Mag ik dit goed rekenen wat de heer Wijnsma zei? Nee. Ik moet afscheid van u nemen, meneer Wijnsma. Ja, blijkbaar. Door de jury verplicht mij daartoe. En het doet mij pijn om van zo'n goede en geestige kandidaat afscheid te moeten nemen. Sta rustig op. Bedankt, ik zie u zo. Ja, jammer. Nog steeds een vrolijk mens. Nog steeds een vrolijk mens, hoor. Nee. Kan ik iets inschenken voor je? Ja, doe maar wat sterks. Iets sterks. Kijk even naar de stand. 760 voor mevrouw en dan 980 voor u. En de jury vroeg mij nog het volgende voor te lezen. Een symbioot is algemeen. Een organisme dat met een ander in symbiose leeft. Een korstmos is specifiek. Een zwam die met een alg in symbiose leeft. En naar dat laatste werd gevraagd. Vandaar dat symbioot werd fout gerekend. Ik geef het maar voor de biologen onder u.
80 in de pot graag. Bestuur en burgerij. Een gokvraag. Is het spaarloon door de regering Balkenende 2 afgeschaft of niet? Literatuur. In welke stad werd Franz Kafka geboren? Hoe was het ook weer, hoe heette in de jaren 60 populaire op stopverf lijkende substantie waarmee je bijvoorbeeld afdrukken van krantenfoto's kon maken? Je kon het ook als een soort stuiterballetje gebruiken. En film, hoe vaak belt de postbode aan? Mevrouw ten Dam, het is aan u het bal te openen. Ik open met 50. Dat is vrouwentaal. Ik leg hem erbij. En u legt er maar bij de 50 gezet, daar komen de antwoorden. Het spaarloon is niet afgeschaft. Praag, Kafka. Siliputi, de kneedbare stof. En tweemaal, the postman always rings twice. Mevrouw. Ik leg er nog een keer 50 euro bij. Dan ga ik weer mee. En u hebt er goed hoeveel? Ik heb er 3 goed. Zetten we daar nog een keer geld tegenaan? Jawel. Ja, dat wil ik wel eens zien. U kent niet anders dan 50, meneer Versteeg. Hoeveel hebt u er goed? Ook 3. Ook 3. En een shoot-out om toch een heel belangrijk potje, zou ik zeggen. Mm-hmm. Handen aan de knop, u hebt dat bij de ambachten. Hoe heet de hendel waarmee een trambestuurder zijn voertuig in beweging zet? Een paard wordt dat genoemd. Muziek, wat is de Italiaanse term voor een tel in de maat die voor onbepaalde tijd verlengd wordt? Tam, pam, 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 enzovoort. Vermaten. Hoe was het ook weer? Hoe heet ook weer de dag waarop de Scheveningse haringvloot uitvaart? Mevrouw. Vlaggetjesdag. Is goed, mevrouw. Ah, ja, je kan het winnen. U had net al een beetje geluk met uw shoot-out, hè? Ga een beetje op uw geld letten, meneer Versteeg. Ga een beetje op uw geld letten. 6e ronde, 80 in de pot van beide. Aardrijkskunde. Hoeveel buurlanden van België zijn een republiek? Muziek. Será que sou lento por ser triste? Porque tudo vulgo inútil dao. E em terá nada mais me assiste. De uma voz ou de uma viu de Welke zangeres zet in het Portugees vertaalde teksten van Slauerhof op cd? Hoe heet zij? Corrie Konings, maar dan in het Portugees, zegt Martin van Dijk altijd. Sport, die Old Firm is een Schotse derby tussen Celtic en welke andere club? En televisie, de gezusters Hamster uit de Fabeltjeskrant, die heten Mira en... Pennen gaan heer en meneer Versteeg mag beginnen. Minimaal 10, maximaal 50. 50 bevalt me wel, dus dat doe ik maar weer. Het is toch een bezwaar als je in de wiskunde nooit een ander getal blijkt te kennen dan 50. Dat is waar. Mevrouw. Ik zet 50 bij. En u gaat mee. 2 buurlanden, België, Duitsland en Frankrijk, zijn beide een republiek. Cristina Branco, de Portugese zangeres. Glasgow Rangers, de voetbalclub uit Schotland. En Marta is de zus van Mira in de Fabeltjeskrant. Meneer. 50. Mevrouw. Ja, 50. Meneer. Ik heb er 3 goed. Mevrouw. Ik laat het zo. U laat het zo. Ja. En dan gaat deze pot
naar de heer Versteeg. Ik ben benieuwd naar de stand. Wie als beste de laatste ronde ingaat, mag een vraag vervangen. U herinnert zich dat. Dat is de heer Versteeg. 810 voor u, 930 voor meneer Versteeg. Die 810 van u gaan in zijn geheel in de pot. U houdt 120 over, meneer Versteeg. Van al die 50's die u hebt ingezet. We krijgen een aardige pot, hoor. 1620 euro. Ik wens u beiden alle succes. U lijkt mij uitstekende kandidaten voor de halve finale, alle twee. Daar gaan we. We zien een kunstwerk. Dit schilderij is gemaakt door de moeder van de neorealistische schilder Edgar Fehrenhout. Hoe heet die moeder? Wetenschap en techniek, hoe noem je het referentiepunt? Het snijpunt van de x-as en de y-as in een wiskundig assenstelsel. Schone schijn, hoe heet een gehaakt kleedje dat over de rugleuning van stoelen of canapés gehangen wordt? En levende natuur, kijk eens naar deze boom. Hoe noemen we zo'n boom? En de kijkers thuis gaan zien welke antwoorden juist zijn en welke niet. Aan u. Is het om één vraag te vervangen door een vraag in dezelfde categorie? Doe maar de eerste vraag. De eerste vraag, dat is Charlie Torop, was het antwoord daarop. De schilderes. De vervangende beeldende kunstvraag. De Leeuwenhof met een fontein met 12 leeuwen staat in het Alhambra, midden in het Alhambra. In welke stad staat het Alhambra? Staat dat paleis met de Leeuwenhof? Ik geef de antwoorden voor een ieder. Granada. Het opent de oorsprong O. Antimacassar. En treurwillig. Meneer Versteeg, u hebt er goed hoeveel? 1. Dat is niet genoeg, want... Ik heb er 3 goed. Mevrouw, u wint 1. Gefeliciteerd. Laten we wat drinken, mensen. Dankjewel. Goeie kandidaat, hè? Ja, volgende week een halve finale, dan zien we die mevrouw terug. Ha, die jongen was ook niet slecht. Die meneer die afviel ook niet. Nee. Ik hoop u ook terug te zien. Halve finale volgende week in Met het Mes op tafel. Bedankt voor uw kijken. Tot dan. Jij was ook goed. Ja, ah. Ja, hou je.